Vandaag gaan we een Belgische tour op. We bakken wit en blauw rundvlees, handgesneden frietjes, zelfgemaakte mayonaise en salade en tomaat. Op en top Belgisch dus. Ik ga beginnen met mayonaise te maken. Daardoor heb ik in een maatbeker gedaan. Ik ga daar mosterd aan toevoegen. Ook een beetje peper en zout. We gaan er nu straalsgewijs onze olie aan toevoegen. En we maken een op- en neergaande beweging met die mixer. We gaan er een beetje citroensap bij doen. En als er geen citroensap is, dan gebruik je maar azijn. En stevige mayonaise. Voilà. Gelukt. Nu onze mayonaise gereed is, heb ik mijn vlees even omgedraaid in de pan. Ik kan dat rustig blijven garen. En we gaan nu onze frietjes maken. Hey, of snijden. We hebben onze frietaardappelen. We gaan die schillen. Dus nu gaan we onze frietjes snijden en we gaan ze ook niet wassen. Omdat ons aardappelzetmeel anders zou verdwijnen. En dat zorgt er juist voor dat onze frietjes knapperig zullen zijn bij het bakken. We bakken onze frietjes nu voor op 160 graden, een aantal minuutjes. Ze mogen juist nog beet gaar zijn, maar ze moeten zeker niet gekleurd zijn. Dus ze moeten blondgeel blijven. Zo, onze frietjes zijn nu voorgebakken. Ze zien er mooi goudgeel uit. We gaan nu de frituur op 180 graden zetten voor de tweede keer te bakken. Zo, onze frietjes zijn krokant gebakken. We hebben ons witblauw rundvlees, onze zelfgemaakte mayonaise, de pepersaus, de sla, de tomaatjes. Echt ons Belgische topgerecht. We hebben wat drinkbier bij, een lekkere hopjes, een bitter bier en een stevige schuimkraag. Smakelijk.